kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. En deze keer heb ik alleen maar sale items. Ik heb helemaal niets gekocht dat niet in de sale is. Dus dat maakt deze video denk ik extra leuk. Want ik haal echt heel erg veel van sale. En ik denk iedereen wel zo'n beetje. Het is weer een hele hoop. Dus ik ga gauw beginnen met de video. Ik heb onder andere geshopt bij de Pull&Bear, Bear, H&M, Zara, ASOS, Missguided. Dus blijf jullie gezellig kijken. En dan gaat de video beginnen in 3, 2, 1. Let's go. Als allereerste ga ik beginnen bij de H&M. En dit is eigenlijk wel een hele leuke. Want deze zag ik dus bij een vriendinnetje van mij op Snapchat. En kennen jullie dat? Dat je ergens verliefd op bent, maar je hebt het nog niet eens. Dat had ik dus bij deze trui slash jurk. Deze oranje knitwerk trui. Ik ben hier zo blij mee. En deze zag er dus zo uit. Eerlijk, deze is live! En ik had ook wat besteld bij ASOS. Nou, om mee te beginnen heb ik deze lange pyjama gehaald. Satijn, zagroos. Hij is dus zeg maar zo. Maar tijdens dat ik hem ging aandoen heb ik hem dus stuk gemaakt. Dat is heel erg jammer, maar dat is mijn eigen schuld. Maar ik ga hem naar de kleermaker toe brengen, want ik wil hem absoluut niet terugbrengen. Want hij is heel erg leuk. Maar nu kan ik hem jullie dus niet goed laten zien. Want kijk, deze moet dus zo vast. Maar dit is dus stuk gegaan. Dit hoort zo. En dan kan je hem zo vastmaken. Misschien dat ik het even zelf kan dichtnaaien. Kijk hoe creatief ik ben. Maar goed, dat is dus item nummer 1. Ik ben er heel erg blij mee. En dit soort dingen zijn echt fijn voor in de zomer. Dit is echt fijn. Want in de zomer heb je heel erg last van muggen. En hiermee zijn je benen tenminste bedekt. Dus het voelt alsof je niets aan hebt. Dus het is echt fijn. En ik heb ook deze broek gehaald. Een hele simpele broek met een lange split aan beide kanten. En hier ben ik ook ontzettend blij mee. Want deze broek kan je dragen in het uitgaansleven met een leuk topje en hakken. Maar wanneer je naar een festival toe gaat, kan je hem ook gewoon aandoen met een topje. Maar dan trek je er gewoon laarsjes onder aan en dan zijn gewoon net zo leuk. Dus dat is echt echt chillen aan zo'n broek. Nu zijn we beland bij Missguided. Bij Missguided heb ik ook een hele leuke pyjama gehaald. Weer babyroze. Weer satijn. Maar deze keer met een klein beetje kant. Ben ik ook heel blij mee. Het is dus deze. Oeh, hij is wel heel erg gekreukt, mijn excuses. En hier hoort ook een bijpassend broekje bij. Met dezelfde kant aan de onderkant. En ik heb een hele simpele mesh oversized t-shirt gehaald. Dit is maatje 34, maar hij is heel oversized. Met van die strepen. Echt heel erg leuk. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Want dit zijn echt gewoon die topjes. Wanneer je echt niet weet wat je moet dragen. Dit is altijd leuk. Ik vind het echt fijn om dit soort t-shirtjes in mijn kast te hebben. Want dit zijn echt die dingen die je altijd kan pakken. Dat is echt fijn. En bij de Missguided heb ik ook een schoen gehaald. Dat zijn deze sandaaltjes. Het heeft een soort van slangenprint. En dan in gebroken wit. Oké, dat was Missguided. Vervolgens heb ik ook spulletjes bij de Pull&Bear gehaald. Onder andere dit vest. Ik dacht dat ik maatje S had gepakt, maar dat was dus niet. Ik heb maatje M gehaald. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want dit vest is toch meer voor thuis. Of als ik naar een voetbalwedstrijd van Cyrano ga, of als je in de kou gaat lopen. Gewoon een super chill vest.
weet dat we nog lang geen zomer hebben. Maar ik zag zo'n leuk jumpsuit. En hij was ook zo goedkoop. Dus ik kon hem zo niet laten liggen. Zo. Dat is dus deze. En wat ik zo leuk vind aan deze jumpsuit is, hij is khaki groen. Ik hou ook heel erg van khaki groen. Op beeld zien jullie het niet zo goed. Hij is heel erg fleurig door die bloemetjes erop. En wat ik helemaal geweldig vind, zijn die polant aan de onderkant. Het is echt... Hier heb je het. Dit vind ik helemaal geweldig. Dit maakt hem ook lekker speels. Dus wanneer je gaat dansen, dan gaat het echt alle kanten op. Ik vind het helemaal geweldig. Nou, hier ben ik ook super blij mee. Totaal niet duur. En super leuk gewoon. En nu heb ik 2 items gehaald die ik nooit had gehaald als ze niet 2 euro waren. Beide items zijn 2 euro. En beide items had ik niet gekocht als ze duurder dan 2 euro waren. Dit is echt zo iets. Ik kijk er nu naar en nu denk ik echt bij mezelf, Kim, dit ben jij niet. Waarom heb je dit gekocht? Maar dit is gewoon pure hebzucht, gierigheid. Mijn moeder zal nu echt hebben gezegd, meisje, I greedy. Maar dit is echt greedy. Gewoon op zijn Surinaams. Greedy betekent gierig. Dit is echt greedy. Met hoofdletter G. Ah. Maar goed. Dit is item nummer 1. Ik denk dat ik dit in de zomer best wel op iets zou kunnen dragen. Het is zo een choker en dan met zo'n lange kwast. Wat is dit, een kwast? Een kwastje. En dan heeft het van die zilveren en gouden details. Ik dacht dat dit best wel leuk kon zijn. Nou, is toch best leuk. Ik weet niet of ik het ga dragen, maar dit zijn gewoon die dingen die je gewoon koopt. Je bent aan het wachten in een lange rij en dan kom je dit soort dingen tegen en dan ga je het pakken. Nobody knows why. Oeps. En als tweede heb ik een... Ik ga stuk. Heb ik een iPhone hoesje gehaald. Deze. Waarop staat talk. Talk to the coffee. Talk to the coffee. En ik heb nog geen hoesje. Ik ga hem nu gelijk op mijn telefoon doen. Nou, ik ben benieuwd. Het is echt van het siliconen materiaal. Ja, mijn telefoon past er wel in. Ik ga wel heel erg stuk zijn op dit moment. Nou, dit is het dus. Dit is mijn nieuwe telefoonhoesje. Maar goed, voor nu vind ik hem leuk. Voor die 2 euro vind ik hem helemaal grappig. Ik vind het eigenlijk best wel grappig. Ik vind hem leuk. Ik denk wel dat ik hem na 2 maanden zat ben. Maar voor die 2 euro vind ik hem helemaal geweldig. Nee, echt. Serious. En nu zijn we alweer beland bij de laatste items. En deze items zijn van de Zara. Om mee te beginnen heb ik weer heel veel truien gehaald. Want dat is natuurlijk nodig in dit land. En ik heb deze lange trui gehaald. Deze kan je dus als jurkje dragen. En aangezien ik hem in een M'tje heb gehaald, kan ik hem helemaal als jurk dragen. Want hij valt echt heel groot. En ik denk dat die S net te kort zal zijn. En die M zit precies goed. Dus daar ben ik echt blij mee. Wat ik ook zo leuk vind aan deze trui is dat hij een capuchon heeft. En een rood lint. Deze zag ik al een tijdje hangen in de Zara. En ik dacht, weet je Kim, ik zat zo te twijfelen. Maar uiteindelijk heb ik hem dus toch genomen. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb ook een kooltrui gehaald. Deze heb ik toevallig al in mijn vorige shoplog laten zien aan jullie in het blauw. En nu heb ik hem ook in het grijs gehaald. Deze gebreide kooltrui. Deze was opeens ook zo goedkoop. Ik weet nog dat ze 40 euro waren. En
uiteindelijk heb ik hier maar €13,50 voor betaald, mensen. €13,50, sorry, maar dat is echt geen geld voor zo'n trui. En toen had ik nog iets gehaald. En dit is de enige trui die ik wil hebben van de Zara sale. Ik weet nog, toen de sale kwam, ik zei, dit is de enige trui die ik ga kopen. Want hij was best wel prijzig. Hij was €50. En uiteindelijk heb ik er €27,50 voor betaald. Dus deze trui. Ook weer met een colletje. Zwart-wit. Deze trui is echt heel erg zwaar. Hij zou wel heel erg dik moeten zijn. En ja, ik vind dit gewoon echt zo mooi. Hij is... Laat jullie even een dichtbij zien. Oh, hier ben ik zo blij mee. En vervolgens heb ik ook deze broek gehaald. Dit is een hele simpele broek. Van die spleten aan de onderkant. Zwart met grijze strepen. Heel simpel, maar dit is ook wel een hele leuke broek voor als je uitgaat. Of in de zomer kan je dit gewoon aandoen met leuke slippertjes of zo. Vervolgens heb ik ook deze, gewoon een simpele kooltrui gehaald. Met van die parels aan de zijkant. Jullie zien de kleur niet goed, want het begint best wel donker buiten te worden. Dus de woonkamer begint automatisch ook donkerder te worden. Maar dit is khaki groen. Ik denk dat ik de aanbeelden morgen ga maken, zodat jullie de kleuren beter gaan zien. Want het heeft nu denk ik echt geen zin als ik nu nog aanbeelden ga maken. En ik heb ook een leuke broek gehaald. Leuke grijze broek. Dit zijn echt van die skinny pantalons. Met een witte streep. Heel erg leuk. En ik zag dit leger print t-shirtje. Gewoon simpel. Deze heb ik denk ik puur gekocht omdat hij zo goedkoop was. En in de zomer zijn dit soort shirtjes altijd goed. Voor boven een rokje of een shortje. Dit soort truitjes zijn altijd chill. En deze slippertjes zag was ik zo blij. Vorig jaar wou ik deze slippers zo graag hebben, maar ze waren overal uitverkocht. En op een gegeven moment, ze kwamen ook niet in de sale, want het was gewoon een nieuwe collectie. Dus ik dacht van, ga ik het kopen, ga ik het niet kopen. En ik twijfelde heel erg. En toen de sale er was en ik zag dat deze niet in de sale kwamen, waren ze opeens uitverkocht. En toen was mijn maat uitverkocht. En toen was die hele slipper er niet meer, dus ik baalde zo erg. En nu heb ik ze alsnog gevonden, zodat ik ze in de zomer van 2018 lekker kan dragen. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En deze slippertjes waren €46. En ik heb ze voor €13 gekocht. En dat zijn deze. Met pareltjes. Daar ben ik zo, zo mega blij mee. Cute zijn ze, hè? Ik ben zo blij hiermee. En nu zijn we alweer beland bij het allerlaatste item. En dat is deze blouse. Weer lege groen. Met van die pompons aan de onderkant. En hier ben ik zo blij mee. Dit is echt zo'n typische Kimberly blouse. Ik hou echt van dit soort dingen. Ik hou echt van deze dingen. Gewoon simpel. Maar dan maakt hij het af met zulke details. Echt love it. En toen waren we alweer bij het einde van mijn shoplog beland. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!